Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Siem de Remes. Jawel, we gaan er een hele leuke dag nog van maken. Ik ken het liedje wel, maar ik kan het niet mee zingen. Zo leek in mijn vorige vlog. Sorry, bij de vorige vlog dat er twee beelden ontbraken. Maar nu ben ik wel onderweg naar mijn schatje toe. Maar ik kan wel karaoke doen in de wagen. Voilà, wacht hè. Dus ik ga even zeggen dat ik Google ga oproepen. Dus ik doe weer al mijn vingertje omhoog. Dat betekent dat ik naar Google ga roepen. Hey Google! Ah, dat gaat zo dus nu niet. Just. Fuck. Toegang verlenen. En dan gaan we eens even luisteren naar de foute 728 van 2023. Play. Dus even kijken. Media. Dus luisteren welke dat er nu bezig is. En dan ondertussen staat er weer een auto al achter mij. Dus als je altijd iets wilt doen, lukt het heel moeilijk, hè? Ja, ik hoor hem maar heel zachtjes. Nu horen jullie het ook beter. Oké. Volgende. Ergens in Amsterdam. Een bar, een plas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. En hij zei leef. Dus op je laatste dag is leef. Dus of je morgen niet bestaat, leef. Dus of je door dit af is, leef. Maak alles wat je kan en ga. Ga. Maak alles wat je kan en ga. Maak alles wat je kan. We gaan naar het volgende. Als het lukt. Ja, ook weer nog een goeie. Hi Bobby. Hi Kim. You're far and wide, so we can. Zo ben. I'm a Bobby girl in a Bobby world. Every plastic is fantastic. You can kiss my hand and this will be beware. In every nation, self is your creation. Come on Bobby, let's go party. Oh my god, ik ken het dan nog altijd zo goed, hè. Nee, die ken ik niet. Deze ook niet. Ja. There was a time when I did my last. There was a time and on to the past. Walk on water, disappearing. Walk on water, disappearing. Dig the ocean, blast the sea. Walk on water, you believe. There was a time. Ja. Nee, ken ik niet. Ken ik ook niet. Oh jawel, deze ken ik ook opnieuw. Die moeten jullie ook toch kennen, hè? Wow, wow. Nee, ken ik niet hoor, mensen. Hup, volgende. Nee, ken ik ook niet. Deze misschien nog wel. Oh, deze moeten jullie ook nog wel kennen hoor. Pepperdadap! Pepperdadap!
deze moeten jullie ook nog wel kennen. Ze zijn terug aan het komen. Door je hond toen ik een kleuter was. Drie vrienden in dezelfde klas. De poezen gingen zij aan zee. Daarom kwam ik erbij. Hey! Hey! Oh, deze moeten jullie ook nog wel kennen. Come on! Party people! Let your party come! It is weekend! In the morning, December Shambles. You give us get the power, December Shambles. Oh yeah! Oh yeah, man. I wanna see you. The rainbow rise the sky. I wanna see you. Ken ik niet helemaal van buiten. Oh, deze ken ik wel helemaal van buiten. Deze ga ik ook een klein beetje mee gaan zingen. Deze heb ik ook nog eens af en toe eens gezongen. Dames en heren. Want dit is van Bart Kel en Maarten en Dorothee. Ze zijn heden van Johan Zeelen. Leg je een keertje met ons mee. En weet het niet van dat zeilen, stenen deed ik niet mee. Allee, up. Oh, Captain Jack, hey, oh, Captain Jack, we be back to Rainbow Track, we be back to Rainbow Track. Gonna do the Rainbow Track, la 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 la, Captain Jack. Did I do the piece on back, la 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 la, Captain Jack. La-da-dee-da-do. Left, right, right, left. Ba-da-dee-da-do. Lolly Captain Jack. Ja, die ken ik niet zo echt. Nee, ook niet. Ook niet. Deze kip misschien nog wel. En jullie ook. Do 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 do
Oh yeah, come on. En deze moeten jullie ook wel kennen, hè mensen. Alle blokken. Oh, dat is lekker. Doe ons weer een flesje. Allemaal lukken. Gaan met de koekjes. Altijd in de lucht. Mondertje. Zo lukken. Kijk rechts goed. Voor die handje in de lucht. Alle blokjes. Oh, daar verlang ik terug wel naar de summer 66. Maar daar verlang ik echt terug naar de zomer. Dat het terug wel warmer is. En hier staat de kabouterdans. Dat is nog zo van mijn jeugdjaren waar ik zo herinner. En dan nu de volgende. Sluizen. Welke dat is. Ondertussen tijd kom ik stilletjes af aan bij mijn bestemming. Bestemming nummer 1 voor vandaag. En deze ken ik echt niet. Gewoon nog even wachten. Ken ik niet. Oh jawel, deze moeten jullie ook wel kennen. Kom aan! Ja, de kreuners. Maar ik ken het beginstuk niet. Deze ook niet. Even swipen.
Ik wil nog eentje meezingen. Eentje. Nee, niet springen. Ook niet. Ook niet. Oh, deze. Put it up. You catch a puppy up. Got you know puppy up. You catch a puppy up. Don't you know puppy up. You catch a puppy up. Don't you know puppy up. You catch a puppy up. Don't you know puppy up. You catch a puppy up. Don't you know puppy up. You catch a puppy up. Don't you know puppy up. You catch a puppy up. Don't you know puppy up. You catch a puppy up. Don't you know. That's the same intonations. The same with the night. Dus hier ga ik bij afronden. Ik zie jullie allemaal zelfs terug. Yo, 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 yo. Met deze muziek, Godless and DJ van Famous, ben ik naar de Action aan het rijden voor een nieuwe studiolamp. Want mijn studiolamp is kapot. Mijn kabel heeft het begeven. En is niet meer te herstellen. Dus even gauw een nieuwe kopen. Kost niet zoveel. Maar het is wel handig ook als ik naar evenementen ga voor dat te kunnen filmen, dames en heren. En je nog hier proberen uit te geraken. Nog altijd niet. Eentje die mij probeert toch door te laten. Deze rijvak vallen en rustig aansluiten. Voilà, zeg. Dus even kijken naar home. Ik ga eens even hier zijn. Deze. Als de zon opkomt, dan ben ik waarschijnlijk nog steeds ziek. Maar als de zon opkomt, dan ben ik nog stal in de visie. Als de zon opkomt, dan ben ik waarschijnlijk nog steeds ziek. Waarschijnlijk nog steeds ziek. Maar de zon opkomt, zo ben ik waarschijnlijk nog steeds ziek. Waarschijnlijk nog steeds ziek. Dus ik ben nu naar de Action aan het rijden met mijn eigen playlist, PsychoTV playlist. Die kun je ook altijd raadplegen op www.psychotv.be. Daar staat de Spotify playlist ook online waar ik allemaal beluister. Tot straks allemaal. Zo, de gordel terug gaan doen, hè mensen. Ik heb hier dus mijn nieuwe studiolamp. Voilà. Want mijn vorige was gewoon bij de kabel kapot gegaan. Ik ben die nu aan het bekijken hoe je die zelfs moet open doen. Dat is langs hier, denk ik. Nee, dat is gewoon zo echt toegelijmd hier van boven. Oh, dat is wel jammer. Kon ze er geen flapjes aan maken? Nee. Jammer. Ondertussen tijd ga ik ook weer al Spotify eens opzetten. Eens even kijken. Ik ga eens een goed liedje zoeken. Ik ga eens een hele goed liedje zoeken. Ja, hier. Voilà. Deze. En like Martin. Elke zomer hetzelfde liedje.
Oei, dan stopt het. Why? En like Martin, elke zondag hier hetzelfde liedje. Ik ben iets aan het zoeken. En like Martin, elke zondag hier hetzelfde liedje. Elke mannen in het kindertijd. En zondag hier zit je met Ida Sam. Ja, ik kan het niet helemaal. Weet. Ik moet alleen het refrein horen hoor. Nee, ik ken het niet. Dus ik ga zelfs ook deze studiolamp even aan installeren. Dan weten jullie dat. Die gebruik ik ook als nachtverlichting. Kun je ook mee gebruiken. Allee, mensen, ik zie jullie allemaal zelfs terug. Jojojo. Ik hoop dat jullie allemaal genieten. Zo mensen, ik ben weer op thuis aangekomen. Even ja, alles. In het donker nu wel, maar... Wat nu in het donker, ja, dat klopt. Ik hoop dat jullie al van de vlog hebben genoten. Dan ga ik nog even kooien aan mijn vriendin. Oké, okay, ik ga niks meer aan mijn vriendinnetje vragen, want zij gaat het al doen. Voilà. Jasjes uit. Oh, hier is het heerlijk warm. Voilà. Ik ben nog even gewoon naar de winkel geweest voor lekkere wasjes te gaan te halen, samen met haar. En dan nog een lekkere penne al arrabbiata of zoiets. Met moeilijke woorden heb ik nog altijd moeilijk mee, mensen. Spaghetti, allee, pasta met penne. Ja, spek en pikante tomatensaus, voilà. En dan heb ik ook nog mijn sandwichjes nog gehaald. Dus 5 stuks worstjes, dus 5 sandwichjes. Voilà. En nu alles opwarmen en eten. Zo mensen, ondertussen tijd hebben we hier toch aan het wachten zijn op mijn maatje. En haar een nieuwe gsm, daar ga ik ook nog iets leuks doen. Ik heb mijn studiolamp nog niet geïnstalleerd, dus sorry daarvoor. Maar dat komt wel binnenkort wel aan. Ja, en je kunt ook uw... daar is een videoboodschap aangekomen. Dan moet ik wel mijn gsm hebben. Hallo kijkers, jawel, welkom. Ik heb vandaag al van 3 mensen, van Stinksmurf, Weske en de DC, ga ik al de vragen al zo wat beantwoorden, zo'n kleine Q&A, dat ik al wat inhaal bezig ben. Dan weten jullie dat, of wacht hè, ik ga eens even kijken. 1, 2, 3, 4, pak van 5 mensen. Van 5 mensen ga ik even nu de Q&A doen. Dus van Stinksmurf, Weske, de DC, Fred Kokret, Juicy HD, Foetus en Kipknots. Voilà. En ik zal die van Emiel er ook nog bij doen en die van Ian. En dan de rest is redelijk... lange waslijst van vragen. Wow. Oké, we gaan beginnen eerst die van Stinksmurf. Hallo Dimitri. Volgens uw verzoek zullen dit nu alleen Engelstalige vragen zijn, gevolgd door hopelijk antwoorden volgens uw track record. Daar kunnen we nooit zeker van zijn. Maar laten we eens proberen. Ik ga het niet in het Engels doen, want mijn Engels suck my bitch. Echt waar. Echt. Dat sukt tot en met, hè. Oké, wat is al die ophef over het feit dat jij voor een evenement in Zweden in de regen wordt gezet? Wat is er gebeurd en waarom kon je niet gewoon in je boeleken springen en helemaal daarheen rijden? Oké, dat is een hele goede vraag.
de ene persoon waar ik mee heb afgesproken, heeft op het laatste moment gezegd van ja, kijk, sorry, je kunt niet met ons meerijden, want jij zit niet te vertrouwen. Hoe en wat het is gekomen, dat laat ik in het midden. En waarom dat ik niet met mijn eigen wagen ben gereden, is omwille van, stel dat ik ergens in pannen val met mijn boeleke. Ik ben iemand die dan heel snel in paniek slaat en niet weet wat ik dan moet doen. Oké, voilà. Het lijkt erop dat jij je vlogs maakt tussen de soep en de aardappelen. Klopt dat? Pas op dat we je geen koekje van eigen douche geven en stop met het stelen van echte vragen. Alleen mijn 2 cent. Oké, wat je daarmee bedoelt, snap ik niet. Het lijkt erop dat jij je vlogs maakt tussen de soep en de aardappelen. Klopt dat? Nee. Probeer zoveel mogelijk ook overdag te vloggen. Waarom spreek je ineens Engels? Probeer je polyglot te worden? Hoeveel talen spreek je vloeiend? Ik spreek geen één taal vloeiend. Zelfs mijn moedertaal heb ik nog altijd moeite mee. Waarom spreken we ineens Engels? Probeer je... die hadden we al. Die vraag ga ik overslaan. Welke dag van de week is je favoriete dag van het jaar? Mijn favoriete dag van de week is eigenlijk vrijdags. Waarom? 1. Ja, ik werk dan op die dag niet. En 2. Ik heb dan altijd naar iemand naar om uit te kijken. En dat doet me altijd zo plezier als deze dag altijd is aangebroken. Is vrijdags. Voilà. Wat is je favoriete regenwoud en zonnebos? Dat heb ik niet, daar ben ik heel eerlijk in. Wat is de Dine Liebl... Ja, oké, daar spreek ik dus niet uit. Dus dat waren de vragen van Stink Smurf. Nu gaan we door naar Weske. Wat vindt u van de overwinning van Geert Wilders? Ik volg de politiek niet, dus proficiat Geert Wilders als je hebt gewonnen. Is dit een voorbode dat ook Vlaams Belang hier aan de macht komt? Kan goed zijn, want ik volg de politiek niet. Vind jij het goed dat wij extreem rechts land worden? Wat is extreem rechts en wat is extreem links? Is er ook een extreem rechtdoor, rechtstreeks extreem achterwaarts? Wat bedoel je daarmee met extreem rechts land worden? Ik snap dat niet. Ik ben er heel eerlijk in. Dat is iets over de politiek. En politieke vragen moet je echt niet naar mij komen. Ziet jij Conor Rousseau lijsttrekker worden voor Vlaams Belang in de toekomst? Dat weet ik niet. Dat weet ik totaal niet. Als er wordt gesproken over eigen volk eerst, waar trek jij de lijn? Is eigen volk enkel blank of kan een neger die hier geboren is gezien worden als ons eigen volk? Ja, alle Vlamingen en alle Walen die hier dus geboren worden, dat zijn echte Belgen. En ja, waarom moeten we ook nog ons eigen volk voortrekken? Wij moeten ook klaarstaan voor de mensen in nood. Zo gelijk, denk aan de oorlog in Oekraïne, van de Hamas, daar gedoe daar. Maar ik volg het er wel allemaal niet op. Oké, en dan, dat waren de vragen van Weske. En dan heb ik hier een vraag in het Engels gekregen. En ik kan niet zo goed Engels, dus we gaan dat even iets moeten vertalen door Google. TV. Ja. Je hebt controles op auteursrecht of je nog wat. Welke vlognummer? Ben ik even aan het zoeken.
stond bij je studio. Ah, auteursrecht. Ja, ik zie het. Bekijk het hier. Oei, oei, oei. Ik heb hier een auteursrechtelijke claim. Oh, nee. Mijn intro. Daar zit mijn auteursdingen in. Dan gaan we die gewoon die nummer vervangen, hè. Nou, gewoon iets anders. Dan moet ik eens mijn intro even vervangen, hè. Voilà, ça. Deze auteursrechtelijke claim is al ingetrokken. Voilà. Zo snel gaat dat, mensen. Voilà. Dan gaan we nog verder. Ah ja, ik ging iets vertalen van Engels naar Nederlands toe. Vertalen. Hoeveel kippen zijn er nodig om een leeuw te doden? Wel, de DC vraagt dat eens aan een wetenschapper. Ik weet het niet. Dat moet je echt aan een wetenschapper vragen. Je tanden nooit meer mogen poetsen of je kont nooit meer kunnen afvegen. Wat zou je liever hebben en waarom? Dan zal ik eerder zeggen, je tanden nooit meer poetsen, want je kunt je tanden ook poetsen op een heel andere manier, met mondspoeling bijvoorbeeld. Kunnen blinden dromen? Ik denk het wel, de DC, ik denk het wel. Kunnen blinden trouwen? Eens kijken wat Google daarop zegt. Blinde mensen kunnen 's nachts gelukkig ook lekker naar dromenland. Ze dromen alleen iets anders dan mensen die wel kunnen zien. Mensen die van jongs af aan of vanaf hun geboorte blind zijn, dromen met smaken, geuren en geluiden. Mensen die na hun 7e blind zijn geworden, dromen wel in beelden. Voilà, dat komt van zozitdat.nl. Voilà, ik hoop dat uw vraag is beantwoord. Als je een smurf werkt, welke kleur zou die dan worden? I don't fucking know. Ik weet het dus totaal niet. Dus die vraag wordt dan helemaal genegeerd, jammer genoeg. Waarom krijg je altijd een vierkante pizzadoos terwijl je alleen maar ronde pizza's kan bestellen? Omwille van dat een vierkant is nog altijd iets groter dan een rondering. En daar kun je mooi ronde figuren of ronde etens te perfect dan in bewaren. Waarom krijg je altijd... kan je onder water huilen? Ik denk het wel, maar je ziet het gewoon niet. Dat kan je onder water huilen, TC, daar moet je dan vragen is aan een duiker. Niet aan mij, maar aan een duiker. In welk videospel zou je willen leven als je de keuze had? Als ik de keuze had in welk videospel je willen leven... Rayman. Denk ik. Rayman. Ja, Rayman is ook wel een hele toffe figuurlijke spelletje. Ja, wat ik dan nu ook veel speel is Counter-Strike 2. Maar dan daar zie je de figuren niet echt letterlijk en figuurlijk in. Dan, dit waren de vragen van DC. Dan Fred Kroket. Waarom lieg je nog steeds? Ik lieg niet meer. Dat probeer ik echt heel zwaar te vermijden. De laatste vloggen heb ik niet meer gelogen. Echt waar, niet. Voilà. Juicy HD, wanneer was de laatste keer dat je leugentje voor best wil deed en waarom? Goh, dat is ook al even geleden en waarom? Dat is ook alweer al even geleden, daar kan ik geen antwoord op geven. Hoe graag dat ik het ook wil, Juicy HD. Echt waar, ik wil het al te graag, maar ik kan er geen antwoord op geven. Dan Futus. Hallo Dimi, vind jij het eigenlijk niet raar dat mensen alleen maar met hun hond gaan wandelen en niet met hun kat?
In mijn ogen is dit wel een beetje raar. Die beesten, dus naastjes, kat, moeten ook wandelen. Ik zelf wandel ook soms met mijn vis. Huh? Als het regent voelt hij zich in zijn element en kan hij zich meeleven met andere aqua-intellectuele diertjes. Met vriendelijke groeten, Boris. En wel, Boris, nu gaat het heel raar klinken. We hebben hier zelfs een wandelaar die dan zijn hond uitlaat, maar ook zijn kat. Die kat wandelt samen mee met zijn baasje. Voilà, ik zal het zo zeggen. Dan gaan we over naar Kipkenots. Wanneer ben je het meest blij met jezelf? Wanneer dat er echt iets gelukt is. En wanneer dat de... En gisteren was ik ook heel blij met het video van Enzo Knol, waar ik hoor dat hij vader is geworden. Daar, toen was ik echt ook het gelukkigste en het blijste moment van mijn leven. Oké, waarom zou je nooit vrijwilligerswerk voor willen doen? Ik doe nog wel altijd vrijwilligerswerk op regelmatige basis, maar ik doe dat nog altijd. Waar krijg je kippenvel van? Van droevige momenten of mooie momenten? Kan ik wel ook eens kippenvel krijgen. Ook bijvoorbeeld, zoals ik ook shows als ik kijk op YouTube. En heel die zaal speelt plots mee. Dan kan ook zijn dat mijn haartjes ook eens recht omhoog gaan staan. Hoe belangrijk vind jij het milieu, het klimaat, duurzaamheid enzovoort? Ik vind dat heel belangrijk, want als ik bijvoorbeeld aan gezinsuitbreiding ga beginnen, dan moeten de opvolgers ook kunnen verder leven, hè? Ik zal het zo zeggen. En als het te warm wordt, ja, dan is het ook voor de mensen ook niet meer leuk om daarin te leven. Hoe doe jij je ware vriendschap? Door heel veel dingen samen te doen. Waarin verschil jij van persoonlijkheid met je beste vriend/vriendin? Waarin verschilt jij van de persoonlijkheid met je beste vriend of vriendin? Ik weet dat niet. Daar heb je mij wel even mat gezet. Waarin verschil je persoonlijkheid met je beste vriend of vriendin? Ik weet het niet. Waarin dat ik verschil? Ik probeer ook een leuke persoon te zijn. Doe ook elke dag zijn best om weer een hele leuke dag ervan te maken. Voilà. Meer kan ik er niet op zeggen. Wat was jouw laatste leuntje om bestwil? Dat is pas ook gevraagd door Juicy Hadi. Wat is je meest creatieve uitspatting? Mijn meeste creatieve uitspatting. Oh. Heb ik nog iets creatiefs gedaan de laatste tijd? Ik denk het niet. Kan ik niet... Oh, ik had dat zo vol dat ik daar geen antwoorden op kunnen geven. Hoe diepzinnig ben je? Wat bedoelt je daarbij? Hoe diepzinnig ben ik? Diepzinnig en dan waarvoor intens en nagedacht is bijvoorbeeld een diepzinnige tekst. Diep doordringen in het wezen van dingen, diepdenkend, ernstig, filosofisch, niet of flakkering, onbegrijpelijk. Op diep denkend, bruisend of acht, dieperig. Oké. Okay. Ik weet niet wat je ermee bedoelt. Ik heb het zitten te googelen, maar diepzinnig kan ik niet hier in. Allee, hoe moet ik het zeggen?
In plaats van hoe ik die vraag juist moet gaan beantwoorden. Waar deer jij mensen die direct zijn? Ja, natuurlijk, dat zijn ook maar gewoon mensen van vlees en bloed. Voilà. Is je herkomst belangrijk voor je? Nee. Als ik nu bijvoorbeeld in India of in Turkije of in Afghanistan, noem maar op, ben geboren of in Rusland, dan blijf ik ook maar een gewone een mens van vlees en bloed. Punt. Hoe belangrijk is je familie voor je? Heel belangrijk is familie voor mij. Echt waar, heel heel belangrijk. De belangrijkste persoon in mijn familiekring is nog altijd mijn oma, Moeke. Ja. Waar werd je voor het laatste stil van? Ja, van Enzo Knol. Daar kan ik niet wel direct een antwoord op geven. Dat Enzo Knol vader wordt binnenkort. Daar was ik stil van geworden. Wat is de laatste mop die je hebt verteld? Geen, ja. Jawel, ik heb wel ooit al moppen verteld, maar dat is echt heel, heel, heel lang geleden. Ik ga eens even kijken, hè. Moppen. Trommel. Eens even kijken. Ik ga eentje eens voorlezen. Eens even kijken. Oh, ik zit weer op een leuke website. Hier. We gaan een raadsel doen. Ja. Wat krijg je als je een iPod in de blender gooit? Dus ik herhaal. Wat krijg je als je een iPod in de blender gooit? Huh. Ik weet het niet. Het antwoord is... kapot. Die is goed. Die is goed, mensen. Echt waar. Hoe noem je een koe die op vakantie gaat? Vakantiekoe? Ik weet het niet. Het antwoord is... een koerist. Ha, 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 ha. En dan nog een laatste raadsel. Hoe vraagt een robot iets beleefd? Hoe vraagt een robot iets beleefd? Ik weet het niet. Als je pliep, 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 pliept. Als je pliep, 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 blieft. Ja, de vraag was, hoe vraagt een robot iets beleefd? Als je blieft. Nee. Nee? Als je bliep, 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 blieft. Met die bliepjes, hè? Ja. Voilà. Voilà, ze. Dan gaan we nog twee erbij nemen. Dat is van Emiel en Jan nog. Waarom doe je geen één-op-één gesprekken meer met je fans? Hier leren we de fans ook een beetje beter kennen. En leren we jou ook nog wat beter kennen. Je bent gewoon te lui, niet liegen. Nee, ik ben niet te lui. Omwille van... soms weet ik ook niet welke vaste datum dat ik daarvoor moet gaan inlassen voor een één-op-één gesprek. Oeh, excuseer. Kan ook wel eens leuk zijn voor in de vlogs. Daar heb je wel gelijk een e-mail. Die moet ook wel nog terugkomen. Ik ga ze even achterover leunen. Dat is dan naar mijn vriendin toe. Woensdag een 1-on-1 gesprek. Als ik dat mag doen met mijn fans. Pak dan dinsdag. Dat we maandag nog afspreken. Dan dinsdag niet. Woensdag wel. Donderdag niet. Dan... ja, oké. Okay. Dus dinsdag? Oké, okay, dinsdag de 1-op-1 gesprek. Voilà. Nu dinsdag. Dan is het een... 5e. Juist voor Sinterklaas. Oeh, de heilige man. Hopelijk zit je ook braaf. Dat is wel deze weekend, hè?
Nee, dat is 6 december. Sinterklaas, Sint-Nicolaas is altijd jarig op 6 december. Maar de meeste mensen gaan dat nu deze weekend vieren. Ja, dat klopt. Maar Sinterklaas of Sint-Nicolaas is altijd jarig op 5 op 6 december. Ja. Voilà. Wat voor vlag zie ik in jouw vlog? Dat is deze vlag, dat is de LGBTQ-vlag. En wat voor staat de LBG? Dat weet ik dus ook niet. Ik heb het gevonden. Ik heb het heel snel opgegoogeld. Gewoon om wat vals spelen. Voor wat staat dat? Oké. De L staat voor lesbien of lesbis. Homoseksuele vrouw. De G staat voor gay. Een homoseksuele man. De B staat voor biseksueel. Een biseksuele persoon die op mannen en vrouwen valt. Dus zo gelijk ik. De T staat voor transgender. Een transgender persoon. Die personen voelen zich niet helemaal thuis in hun lichaam met behorende geslachtskenmerken. Het kan voelen alsof ze in een verkeerde lichaam zijn geboren. Soms kiezen mensen ervoor om een geslachtsverandering te ondergaan. De Q voor queer of questoning. Mensen die hun seksuele voorkeur liever niet in een hokje plaatsen. Voilà, ça. Dan weten jullie dat ook alweer al wat LGBTQ is. Ik hoop dat deze vraag nu ook goed is beantwoord. Staat LGBTQ plus voor een premium versie van LGBTQ? Daar zag ik ook nog iets op die website van iets van een plusje. LGBTQ plus en andere combinaties, wat de meest recente vorm van de term is. Tegenwoordig zijn er eigenlijk allerlei soorten combinaties mogelijk met de meest uitgebreide afkortingen. LGBTTQIAA. Waar dit voor staat, lesbian, gay, biseksueel, transfer, transseksueel, two-spirit, queer, question, intersex, asexual, allay, dus hetero, mensen die hun support uiten. Soms worden er gekozen voor de term LGBTQ+, omdat er in eindeloos letters toekomen waar worden gevoegd en er zo niemand buitengesloten wordt. Voilà, Sam. Bij deze is uw vraag ook beantwoord. Hoeveel betaal je per maand om die vlag op te laten hangen? 0,0. Ik ga nog eens even vragen aan mijn schat, mag ik nog eentje doen? En dat zijn wel, dan is er wel even al een waslijst al gedaan van vragen. Ik ga het doen. Steven Noppen, wat is je grootste angst? Spinnen. Wat is je diepste geheim dat je nog nooit aan iemand hebt verteld? Als ik die heb, zal ik het nu ook niet openbaar gaan gooien, want dat is mijn diepste geheim. Hoe ziet jouw ideale levenspartner eruit? Wel, kijk naar Bea toe. Bea is een schat van een meid. Echt waar. Een schat van een meid die ik nooit of te nooit meer aan iemand anders wil afgeven. Ben je ooit vreemd gegaan? Nooit. Dan ga ik even terugkomen op een ex van mij. Ik weet hoe dat voelt als mijn vriendin op iemand anders kruipt. Het doet pijn. Dat doet echt ontzettend, ontzettend, ontzettend pijn. Waardoor dat ik nooit zal vreemd gaan. Maar dat zal ik Bea nooit willen aandoen. Nooit. Wat was de meest pijnlijke ervaring die je ooit hebt gehad? De pijnlijkste ervaring wat ik ooit in mijn leven heb gehad. Dat weet ik niet meer. Dat weet ik echt niet meer. Wie heeft je meest teleurgesteld in je leven?
En wat mij het meest heeft teleurgesteld in mijn leven is... een Sarah. Punt. Maar meer ga ik er niet, ook niet over uiten, want... dat is het verleden en ja... ik ben daar teleurgesteld in. Geloof u in leven na de dood? Ja, natuurlijk is er nog leven na de dood. Want onze DNA die zal wel dan wel hervormd worden, maar dan naar iets anders toe. Wat zou jij doen als je nog maar een jaar te leven had? Mijn bucketlist gaan afwerken. Mijn bucketlist. Zo gelijk gaan parachute springen. Met de luchtballon gaan varen. Nog eens gaan bungee springen. Ja, nog een en ander. Wat is het ergste dat je ooit iemand hebt aangedaan? Ja, het uitgemaakte. Dat ik het niet meer aankon met de relatie. Stel dat ik nu ga zeggen van, Bea, het is gedaan tussen ons. Dan voel ik mij ook gekwetst. Maar ook Bea is dan heel veel gekwetst. Omhoog van, dan weet zij ook van, oh, hij wil mij niet meer. En dat maakt haar ook dan droevig. Waardoor dat het ook mij kwetst. Opnieuw. Punt. Dus ik heb Bea heel graag. En ik wil dat ook zo houden. Maar je voelt eigenlijk niks meer voor mij dan. Jawel, de gevoelens zijn er, dat wil ik houden. Dat wil ik koesteren. Ik snap de zinsbouw dan van u niet, wat je net allemaal zei. Over mij. Ik vind u een aardig meisje, een leuk meisje, om mee samen het leven te delen en al. Ik zie ook een gezinsuitbreiding met jou nog in de toekomst. Dat zie ik nog allemaal zitten. Zoveel gevoelens heb ik nog altijd voor jou. Amai. Oké. Wat is... ben je ooit onrechtvaardig behandeld? Dat weet ik niet. Onrechtvaardig behandeld. Daar kan ik echt geen antwoord op geven. Wat is je grootste trots in het leven? De grootste trots in het leven. Dat ik nog altijd aan het landen ben. Daar ben ik nog altijd trots op. Wat maakt je onzeker? Wat mij onzeker maakt is zo echt naar de mensen toe. Zo gelijk, het heeft mij even nu weer al een kleine deuk gegeven in het vertrouwen in de mensheid. Omwille van, nog altijd dat van Dreamhack gedoe. Daar ben ik nog altijd, ja, heel zwaar gekwetst door geraakt. En daar ben ik wat onzeker van geworden. Wat is de grootste fout die je ooit hebt gemaakt? Ja, leugens online te gooien, hè. Waar ben je het meest bang van, voor als het gaat om relaties? Dat het stuk gaat. Dat het kapot gaat. En ook kapot gaat doordat er andere mensen tussen de relatie in komt. Daar heb ik ook de meeste angsten voor. Wat is het moeilijkste deel van volwassenen zijn voor jou? Dat weet ik niet. Papierwerk, denk ik. Ben je ooit verliefd geweest op een goede vriend, vriendin? Ja, natuurlijk. Denk maar aan Chris. Wat is de grootste onvervulde droom? Onvervulde droom. Ja, de relatie tussen mij en Chris. Dan was het misschien wel... dat ik weer een totaal andere cycle ben geweest. Dat kun je nooit of nooit op voorhand weten. Nooit. Nee. Maar ik ben wel blij dat Chris in die tijd wel open kaart heeft gespeeld. Zeg Dimitri, een relatie, dat zie ik niet met jou zitten. Wel een mooie vriendschap uitbouwen met elkaar. En dan heb ik ook gezegd, oké, dat is goed. We gaan verder met vriendschap. En kijk eens hoe lang een vriendschap dat ik nu al heb met mijn maatje Chris. Voilà. Heb je ooit gedacht aan zelfmoord? Ja, daar heb ik ook al aan gedacht. Maar dat laat ik in het midden, omwille van, daar wil ik niet te veel over hebben. Maar dat zijn ook zwarte tijden.
En als je met die gedachten zit, met de zelfmoord, bel dan alsjeblieft naar de zelfmoordlijn 1813. 1813 is de zelfmoordlijn en die zijn altijd 24/7 beschikbaar. Er is ook een chat en die is beschikbaar vanaf 5 uur 's avonds tot en met 12 uur 's nachts. En er is ook een website www.zelfmoord1813.be. Alsjeblieft. En dan ben ik... hier. Even naar boven scrollen. Wat is je grootste karakterfout? Liegen, liegen, liegen beest. Liegen, liegen, liegen beest. Datte. Wat is, is het meest pijnlijke dat iemand ooit tegen je heeft gezegd? Mijn karakter. Mijn geaardheid. Ja, mijn geaardheid. Dat heeft me echt pijn gedaan. Wie dat zegt, dat is nog altijd tot heden nog altijd bezig hoor. En het kwetst mij nog altijd, het doet mij nog altijd pijn. Waarvoor zou je bereid zijn in je leven, je leven te geven? Om andere mensen te redden. Daar zal ik ook wel mijn leven willen voor geven. Om andere mensen uit nood te redden. Waarom denk je dat je moeite hebt om bepaalde emoties te tonen? De karakterheid hoogstwaarschijnlijk, echt waar. Wat is het meest ongewone fantasie? Dat weet ik totaal niet. En de rest van de vragen ga ik meenemen naar de volgende Q&A. Dus ik ga dat even kopiëren. En ik ga daar nu schrijven, Steven Noppen, vervolg van de vragen. Dus dat ik dat kan opvolgen, voilà. Nu is die topic weer geopend, dus die topic weer al sluiten. En dan ga ik dat weer even plakken. Oh, fuck. Knippen. Ja. Plakken en plakken. Voilà. En dan ga ik die topic weer ook gesloten sluiten. Want ik ben wel een gedeelte ook van de Q&A ook wel zo wat bij aan de benen. Hoe moet ik het zeggen? Dat ik toch al een gedeelte van de vragen heb ook kunnen beantwoorden. Er staan nog redelijk veel vragen op het programma. Zowel nog, de vragen moeten nog beantwoord worden van YouTube. En dan moet nog een heel deel vragen beantwoorden van, zeg het. Help van Discord. Dankjewel. Ik ga hier nu de vlog wel beëindigen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. We gaan nog deze avond nog wat tv kijken. Nog wat gezelschapsspelletjes spelen. En als we nog naar Juris Christmas House gaan, dan voeg ik dit nog wel toe aan de vlog hierna. Zo niet is dat het einde van de fragmenten. En ik ben hopelijk blij dat jullie hebben genoten van deze toch een redelijke grote vlog eens. Tot later allemaal. Yo, yo, yo. Ik wil een kleine toevoeging doen aan mijn vlog van vandaag. Wel, een hele grote shout-out naar Matic. Mijn vriendin die zat zonder gsm. En er is blijkbaar iets in het distributiecentrum fout gelopen. En er is dan toch nog ene werknemster van Matic naar Venlo. Van Venlo naar hier gekomen en nu moet zij helemaal nog terug naar Mazeik. En dat is een uur rijden van hier. Echt waar. Chapeau en een dikke shout-out en een dikke duim omhoog voor richting Matic. Ja, echt waar. Ook van mij uit. Ja, voilà. Je hoort het zelf ook van mijn goede vriendin uit. Top.
moet ik wel oppassen. Ik heb hier mijn vrouw hebben. Ja. Verschieten. Extra's. Echt waar. Dus ik hoop dat jullie ook nog hebben genoten van Jurgen's Christmas House. 2023-2024 kun je het daar weer ook gaan bezichtigen. Ik zeg jullie, het is de moeite waard. En ook qua eten en drinken is het ook qua budgettering. Ik zal het zo zeggen, dus dat het goedkoop is. Dus het is niet al te duur. Voilà, bij deze. Ik ga jullie nu wel echt laten. Ik zie jullie allemaal, hè. Eén voor één schatjes. Morgen echt waar terug. Nu is de vlog helemaal afgelopen. Dus nu ga ik nog eens een keer de outro nog eens een keer laten aflopen. Deze keer, die zit het er twee keer in. Ik weet het. Waarvan dat ik een klein beetje toevoegingsjes heb gedaan in mijn vlog. Maar ja, ik hoop dat jullie het er wel hebben van genoten. Vergeet niet een like te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte. Wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Jammer genoeg heb ik wel zitten te filmen met mijn camera. Omdat ik mijn SD-kaartje was vergeten hier bij mijn thuis. Jammer. Sorry. Tot later allemaal. Yo.